bent kunstschilder, maar je bent toch anders begonnen. En ik had begrepen dat je ook decorontwerper bent geweest. Ja, zo begon het. He, zoiets begint al als je jong bent, als je klein bent, op een lagere school. Leren kon ik absoluut niet. Ik was zo dyslectisch als de pest. Dus wat dat betreft was ik gewoon een verveling in de stad, in de klas. En ik keek alleen maar naar de vogels. Een ergernis. Dus ik heb heel veel op een blauwe klompenbank gezeten. En ik heb geen hekel aan blauw. Maar toen begon het zo'n beetje. En toen kwam ik dus bij een leraar in de zesde klas. En meester Hoffer is natuurlijk al lang overleden. Maar dat was een beeldhouwer en onderwijzer. Ik kon eigenlijk helemaal niet zo goed met kinderen omgaan. Maar hij vond mij een prijsje, weet je. Dus hij leerde mij tekenen en van alles. Dus hij was mij met totaal andere dingen bezig dan met rekenen en taal. En hij zorgde dat ik op de ambachtsschool kwam. Nou, en dat is natuurlijk een heel mooi in die tijd. Het is nou allemaal verdwenen, het bestaat niet meer. Dus jongelui zoals ik, die hebben helemaal niet meer dat soort opleiding, zeg maar. Ik kwam daar gewoon voor huisschilder. Maar huisschilder was vroeger heel breed. Want je werd meteen, als je daar aanleg voor had, reclameschilder. Dus moest je letters leren tekenen. Nou, wie leert nou nog letters tekenen? Op elke computer staan ze in soorten en maten. En je hoeft maar op de knop te drukken en je hebt ze. En je kan ze zo eruit snijden. Dus dat was natuurlijk allemaal handwerk. Nou, en toen ik 14 was, kwam ik van die ambachtsschool af. En heb ik gesolliciteerd bij V&D. En daar hadden ze nog een afdeling, een etalageafdeling, met 27 mannen. We hadden helemaal geen etaleuzes. Dus dat was een totale mannenaangelegenheid. Het was gewoon een soort klooster, maar dan wel met een hoop lol. Dus en V&D had vroeger hele grote etalages. Daar kon je tussendoor scharrelen. Dus het was zo'n beetje een kwart van de winkel. En, want mensen durfden niet zo makkelijk zulke winkels in. Dus hadden ze het spul allemaal buiten staan. Dat moesten wij mooi maken. Daar was Jan Stroosma en daar was Auke de Vries. Dat waren mijn leermeesters. Die zijn maar 10 jaar ouder dan ik. En Jan is al overleden en Auke is wereldberoemd geworden. Dus dat is hartstikke leuk als je zo'n opleiding krijgt. En een baas kon ik niet velen. Dus toen ik 18, 19 was, ben ik bij die jongens weggegaan. Zij zijn toen naar de academie gegaan. En toen ben ik gewoon voor mezelf begonnen. Hier eerst als een soort etaleur-decorateur bij de middenstand hier in Leeuwarden. Ik ben ook altijd in Leeuwarden geweest. Ik ben echt gewoon een Leeuwarder jonkje, zeg maar. De melkboer van de hoek. Iedereen kon me gebruiken voor decors, voor toneel. Maar ook voor feesten en partijen en voor van alles en nog wat. Maar ook voor het inrichten van, ik heb hele gedeeltes van het Fries Museum vroeger ingericht. En ook altijd de bijzondere tentoonstellingen. Dus dat, ik weet inmiddels ook heel veel van Leeuwarden. Dus. Maar dan ben je toch wel heel veelzijdig. Want daar komt toch een heleboel creativiteit bij kijken. Dat is natuurlijk zo, maar dat merk je zelf niet. Als iemand mij een opdracht geeft, kan ik hem zo uittekenen wat hij hebben wil. En dan zeg ik zo. En dan zeggen ze, wat kost dat? En dan zeg ik zoveel. En dan kan je er ook een maquette van maken. Nou, dat lijkt me wel goed, want dan hebben we een goede verstandhouding. Kan je precies zien wat je krijgt. Nou, en zo kwam ik zeg maar langzamerhand aan de kost. Is voor jou heel bijzonder, want je bent met een heel bijzonder kunstwerk bezig. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, het is geen geheim. Er is ooit afgelopen winter gevraagd per brief aan alle kunstenaars van Friesland, denk mee aan 2018. En toen heb ik gewoon voor mezelf bedacht, omdat ik een Leeuwarder ben en ook zo mooi boven Leeuwarden woon, en regelmatig de stad inloop en me goed kent, dat ik dacht van nou, ik maak een topografische atlas. Maar een echte mooie van nu, van zeg maar 2018, hè, wat er even aan vooraf gaat. Nou, dat is prachtig natuurlijk, hè? Want ik ben begonnen hier vlakbij, op Ewal. Nou, en het is nou al anders, want er kwam meteen een storm achteraan en die velde al die boom.
Dus bij mij staan die bomen er nog een heer en veer fantastisch bij. Dus zo vlug kan je al een verandering hebben in een stedelijke omgeving. Dus ja, ik vond dat gewoon een bijdrage. Zeg maar, er zijn natuurlijk genoeg topografische atlassen. De gemeente Leeuwarden heeft ook een topografische atlas. Toen ik 23, 24 was, kreeg ik ook een opdracht van de gemeente om zo'n atlas te maken. En nou, dat is gewoon een vrije opdracht. Dus dan kan je maken wat je wil. Je wordt niet in een kant opgestuurd, dat gebouw of dat gebouw of dat gebouw. Nee, doe maar. En wat gaat er uiteindelijk mee gebeuren in 2018? Willen ze daar een expositie over gaan houden of willen ze het anders gaan inkleden? Nou, ze weten het in feite nog niet. Ik ben eerst, moet ik het even ontdekken, van kan ik dit wel? Vind ik dit wel leuk? Dus ik heb er nou 10 af. En ik vind het steeds leuker worden en ze zien er steeds aparter en Leeuwarden uit. Zie, ik heb een galerie en daar komen mensen binnen en die zien die dingen. En ze herkennen het onmiddellijk, maar verwachten het helemaal niet van mij. Want ik ben een abstracte schilder. Maar ik ben natuurlijk helemaal figuratief opgeleid. Dat abstracte komt later. Omdat je daar gewoon plezier in hebt. En hoeveel van de 60 heb je er al af? 10. Dus er is nog veel werk voor de boeg. Ja, maar ik heb ook nog 3 jaar te gaan. Nou, net als nu van het zomer, nou, dan doe ik gewoon niks. Ik heb een tuin en dat vind ik dan wel genoeg. En het schilderen gaat altijd door. Hè? En dat schilderen van die figuratieve dingen met een mooi lichtje, dat vind ik dan leuk. En dat het zo mooi wordt aangelicht. En Leeuwarden wordt heel mooi aangelicht, omdat die straten destijds zo mooi allemaal stersgewijs op elkaar staan. Dus je hebt iedere keer een ander lichtje. Nou, het zijn in feite onze doodskisten. Die voor Anke en die voor mij. En ze zijn van papier-mâché. En ja, ik heb ze gewoon een beetje mooi gemaakt. En dan kan je zeggen van, en waarom nu al? Nou ja, ik heb de leeftijd al en mijn handen zijn nog goed. Dus ik kan het nu nog maken. En dit is iets van, je komt zo vaak op een begrafenis en dan is de kist te klein. En dan liggen de mensen er zo in. Nou, deze is lekker vorstelijk breed. Misschien moeten ze wel een schep extra uit de grond halen. Maar ik vind het gewoon ontzettend fijn om dat zelf te doen. Net zo goed ik de wiegen van mijn kinderen gemaakt heb. En die hebben ze nog en daar hebben de kleinkinderen ook weer ingelegen, weet je wel. Dat is iets van, nou ja, dat hoort bij het leven. Je weet, het begint, maar het eindigt ook.